In 1885 ontwikkelt men in Frankrijk een nieuw soort kruid. In plaats van het ouderwetse buskruid, wat we al vanaf de oudheid kennen in China en wat we nog steeds gebruiken in vuurwerk tegenwoordig, komt er een nieuw soort kruid. Het nitrocellulose kruid, oftewel of het rookzwak kruid. Een chemisch mengsel wat veel sterker is en veel minder vervuilend dan het ouderwetse buskruid. En wat veel hogere kracht heeft. En het Franse leger heeft een wereldprimeur. In 1886 komen zij met het geweer Lebel. Het eerste geweer ter wereld wat een nieuwe rookloze kruidsoort verschiet. En we zien ook dat in plaats van 11 mm dat de kalibers nu een stuk omlaag gaan. In plaats van 11 mm is de kaliber nu van het Franse geweer 8 mm geworden. Dus een stuk kleiner en begint al te lijken op de moderne wapens. Het Lebel-geweer is innovatief in 1886 als dat op de markt verschijnt. Maar zoals met alle nieuwe uitvindingen, we kijken eerst even de kat uit de boom. Werkt het wel goed? Is het wel even betrouwbaar als dat buskruid wat we al eeuwenlang gebruikten? En het blijkt goed te werken. Dat nieuwe buskruid, het rookloze kruid, wordt nog steeds gebruikt. En blijkt een stuk beter te zijn dan het oude kruid. In 1895 introduceert Nederland een nieuw geweer voor het nieuwe rookloze kruid wat in Frankrijk 10 jaar eerder is uitgevonden. Het geweer M95. Een geweer met een grendelsluiting. Het wordt geladen met een laadclip met 5 patronen, kaliber 6,5 mm. De patronen en de clip verdwijnen geheel in het wapen. En als de laatste patroon uit de clip is verschoten, dan gaat de lege clip via de onderkant van het magazijn het wapen uit en kun je hem opnieuw laden met 5 patronen. Een prima geweer voor zijn tijd. En een geweer waarbij de Nederlandse strijdkrachten tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik zou blijven. Dit is het geweer waarmee we tegen de Duitsers en de Japanners hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk was het een Oostenrijks ontwerp van de firma Mannlicher. Maar die fabriek bleek toch te duur te zijn na een aantal jaren. Dus we gingen op zoek naar een nieuwe producent. We kwamen terecht in Italië, gingen we kijken, kunnen die onze geweren maken? Maar de kwaliteit van die Italiaanse geweren was dusdanig slecht dat we het zeiden van nou laat maar. Dus vandaar dat we toen een eigen fabriek gingen oprichten aan de Hembrug, de artillerieinrichtingen. Wat ook nieuw was na de geweer M95, wat in 1895 werd geïntroduceerd, is dat het nieuwe kruid veel krachtiger bleek en dat je veel verder mee kon schieten dan met het oude kruid. Dus we hadden ook nieuwe schietbanen nodig in Nederland, voor grotere afstanden. En uiteindelijk werd daarvoor een locatie gevonden in de Harskamp, waar tegenwoordig nog steeds de infanterieopleiding is. Dat hebben we eigenlijk te danken, dus de Harskamp, aan dit geweer en de nieuwe munitiesoort uit 1895. Hiermee kon je wel tot enkele honderd meters kon je vijand neerschieten. Het was een zeer nauwkeurig wapen. En in tegenstelling tot wat sommige mensen wel eens beweren, durf ik te stellen dat dit geweer betrouwbaarder was dan bijvoorbeeld het Duitse geweer uit mei 1940. Dus op dit gebied waren wij beter bewapend dan de Duitsers op infanteriegeweer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Nederlandse leger opgeheven. Een gedeelte vluchtte naar Engeland. Een gedeelte ging naar Australië, Amerika. Het verspreidde zich over de wereld. En in Engeland werd de landmacht hergegroepeerd en kwam terug als de Prinses Irene Brigade. De Prinses Irene Brigade in de Tweede Wereldoorlog was Engels opgeleid en uitgerust. En ook de bewapening was Engels. En de Irene Brigade en het Nederlandse leger werden vanaf 1945 uitgerust met het Brits geweer, het geweersysteem Lee Enfield. Oorspronkelijk was het ontwerp van het Lee Enfield geweer al heel oud. En het was het idee dat iedere soldaat voorverpakte magazijnen bij zich droeg waarin 8 patronen gingen. Die droeg hij bij zich in patroontassen op zijn gordel. En als hij dan het geweer wilde gebruiken, dan pakte hij een nieuwe magazijn en zette hij dat onderaan zijn wapen. Helaas bleek dat niet te werken, dat systeem. Want er zitten veren in die de patronen omhoog duwen in zo'n magazijn en die verslappen als je die patronen te lang te laat zitten. Dus dat systeem werkte niet met die losse magazijnen in deze tijd. Vandaar dat die geweren in de loop der tijd werden omgebouwd en gemoderniseerd. En dat Lee Enfield geweer uit de Tweede Wereldoorlog werd geladen met een laadstrip. Die plaatste je bovenop het geweer. Je duwde je patronen erin. En dat kon je 2 keer doen. En in totaal had je dan 10 patronen ter beschikking in je magazijn. En verder rest is het eigenlijk gewoon een ouderwets grendelgeweer zoals alle legers dat vanaf 1880, 1890 zo'n beetje hadden. Niet heel erg innovatief. Maar goed, dit was het Britse wapen uit die tijd en hiermee moesten wij het doen. Zat je nou tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de marine en je was uitgeweken naar Amerika, dan werd je Amerikaans uitgerust en bewapend. En kreeg je het Garand geweer. Genoemd naar de uitvinder, John Garand, een Amerikaanse techneut.
En we zien nu dat er geen grendel meer op zit om het geweer te laden, maar dat dit een ander systeem is. Dit is een zogenaamd half-automatisch geweer. Dat wil zeggen, je laadt hem met een clip met 8 patronen. Die douw je erin. En als je een schot lost, dan heb je hieronder een buis onder de loop zitten. En in die buis zit aan de andere kant een gaatje. En in die buis zit een zuiger. Eigenlijk vergelijkbaar met de zuiger en de cilinder in een auto die we allemaal wel kennen, die heen en weer gaat. Zo werkt dit ook. Een gedeelte van de gasdruk tijdens het schot komt in de buis terecht, duwt de zuiger omlaag en zorgt ervoor dat het mechanisme in werking komt en dat de volgende patroon in de kamer wordt gebracht. Dus je hoeft nu niet meer te grendelen na elk schot. Een trek aan de trekker is voldoende om het volgende schot te lossen. Verder gebeurt alles automatisch. Wel moet je natuurlijk voor elk schot de trekker trekken, dus dit is half automatisch. En eigenlijk is die Tweede Wereldoorlog de opkomst van het half automatische geweer. Vrijwel alle landen gaan ertoe over om dit in de loop van de Tweede Wereldoorlog in te voeren. En dit wordt de basis van de Tweede Wereldoorlog en later. De mariniers zouden dit wapen vanaf 1945 in de bewapening hebben. En ook de landmacht zou dit wapen gebruiken vanaf de Koreaoorlog, toen wij onderdeel uitmaakten van de Amerikaanse eenheid in Korea. Tijdens de Koreaoorlog zaten we in het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Twee machtsblokken tegenover elkaar, het Warschau-pact tegenover de NATO-landen. En we zagen een angstaanjagende ontwikkeling in het Warschau-pact verschijnen. In Rusland was namelijk de Kalashnikov ontwikkeld, de AK-47. Ontwikkeld door Michail Timofeevich Kalashnikov tijdens de Tweede Wereldoorlog. En bedoeld om de Duitsers uit Rusland te jagen. Maar eigenlijk pas in 1947 goedgekeurd voor gebruikname binnen de Sovjet-Unie. En het wapen van de Russen uit de Koude Oorlog. En in het Warschau-pact was men zo slim. Men zei, elk land van de Warschau-pact moet uitgerust worden met hetzelfde type wapen. Ieder land krijgt de Kalashnikov. Of je nou in Polen zat, of in Hongarije, of in Oost-Duitsland. Iedere soldaat was uitgerust en bewapend met de Kalashnikov. En het maakte niet uit welk land je kwam. Je kon altijd het geweer van je collega gebruiken en ook repareren indien nodig. Het waren allemaal dezelfde eenheden. Een groot logistiek voordeel natuurlijk, wat Rusland kon opleggen aan de andere satellietlanden in de Koude Oorlog. Een angstaanjagende ontwikkeling. De eerste Kalashnikovs waarmee de NATO-landen in aanmerking kwamen uit Nieuw-Guinea, waar Nederland tegen de Indonesiërs vocht en de Indonesiërs waren Russisch uitgerust. Een dergelijke Kalashnikov hangt ook in de expositie van het museum die op Nieuw-Guinea is buitgemaakt. En de eerste Kalashnikovs werden ook rondgezonden door heel de NATO, omdat alle landen wilden bestuderen wat dit voor een nieuw geheimzinnig wapen was. Uiteraard wilde Amerika als leider van de NATO-landen zorgen dat alle NATO-landen ook op één lijn kwamen. En werd er bepaald dat er een nieuwe munitiesoort in gebruik werd genomen bij de Amerikanen, die ook voor de hele NATO moest gaan gelden. Zodat ieder NATO-land dezelfde munitie kon verschieten vanuit zijn geweren. Het lukte de NATO niet om één type geweer in te voeren, maar ieder land ging voor zichzelf beproeven en kijken welk geweer het best uit de test kwam. De nieuwe patroon die op geld deed, was de 308 NATO, 7,62 mm. De Amerikanen hebben bepaald, dit wordt een nieuwe patroon, hier moeten jullie mee doen. Alle NATO-landen worden hiermee uitgerust en bewapend. Het Nederlandse leger had hier wat bezwaar tegen. Ze vonden deze patroon te zwaar, maar goed. Amerika sprak en wij moesten dus weigeren en volgen. En een van de meest beroemde wapens binnen de wapenwereld die in Nederland werd ontwikkeld in de jaren 50 is de AR-10. Dit is in Nederland ontwikkeld wapen uit het eind van de jaren 50, de AR-10 van Armalite. Ontwikkeld door de Fairchild-fabriek in Amerika, een vliegtuigfabrikant voor een oorsprong. En die de patenten heeft verkocht aan de artillerie-inrichtingen in de Hembrug in Nederland. En de bedoeling was om dit wapen verder te ontwikkelen tot het NATO-geweer van de toekomst rond 1960. Het was een zeer revolutionair geweer voor zijn tijd. We zien het gebruik van kunststoffen. Licht metaal, aluminium, uiterst moderne materialen voor het eind van de jaren 50. Het moest die zware NATO-patroon verschieten vanuit zijn magazijn. En zoals gezegd, het Nederlandse leger had al wat bedenkingen bij die patroon, maar ze moesten wel dus gingen ontwikkelen. Het geweer werd ontwikkeld, werd verkocht aan Portugal en Soedan. En het Nederlandse leger ging ermee beproeven op Nieuw-Guinea. Onder andere de mariniers waren ermee bewapend. Maar het wapen bleek slecht te functioneren. Het lichtmetaal kon de krachten van de zware patroon niet aan. En de kunststofhandbeschermers smolten als je er volautomatisch vuur mee gaf. Dus het was geen succes en het werd afgekeurd. Overigens is dit een zeer speciale uitvoering van de AR-10.
Zoals je ziet heeft hij namelijk een heel apart serienummer. Als je hier kijkt op de details, dan zie je serienummer 000000AA. En de AA kennen we natuurlijk van de koninklijke nummerplaten. Dit is namelijk de armeleid die bedoeld was als geschenk aan prins Bernhard, de prins, de echtgenote van de toenmalige koningin. Geschenkexemplaar van de fabriek aan de prins om hem gunstig te stemmen en hem te laten kennismaken met dit nieuwe geweer. Zoals gezegd was dit geen succes, dit geweer. Dus de ontwerpen gingen terug naar Amerika en werden daar verder ontwikkeld in een geweer wat straks nog op de proppen komt. De andere kandidaat rond 1960 die het Nederlandse leger beproefde was de Belgische Val. Degenen die de dienstplicht hebben vervuld vanaf 1960 zullen dit wapen ongetwijfeld kennen. De Val, het fusil automatique Léger van de Belgische FN-fabrieken in Luik, Herstal. Een heel goed wapen voor zijn tijd en eigenlijk een wereldsucces. De Belgische fabriek heeft hem aan diverse landen weten te slijten en zien hem nog af en toe opduiken in Afrika en allerlei andere landen waar hij nog volop in gebruik is. Het Nederlandse leger koos de Val, een oorspronkelijk, zoals de naam het aangeeft, een volautomatisch geweer. Maar ja, we kennen dat verhaal al eerder, dat zou de staatskas veel te veel geld kosten. Dus die geweren worden allemaal omgebouwd voor halfautomatisch en komen niet als volautomatisch op de markt voor de Nederlandse defensie. Het verhaal gaat wel dat in geval van oorlog, als de Russen echt zouden binnenvallen, dat de Val zouden kunnen worden omgebouwd tot volautomatisch en we daar toch nog voldoende vuurkracht mee af konden geven. Het Nederlandse geweer dus van de Koude Oorlog. En wat bijvoorbeeld heel fraai is op die Nederlandse valgeweer, is dat we heel mooi het staatswapen van de Nederlandse overheid zien staan op het wapen. Een prima geweer, maar als je dat vergelijkt met die AR-10 toch wel wat ouderwetser. Onder andere een houten kolf en gewoon staal in plaats van licht metaal. Dus de traditionele materialen, waarbij alleen de handbeschermer van kunststof is, en een wapen wat beter voldeed dan die AR-10. 1960 wordt de Val ingevoerd. En in de jaren 90 besluiten de Amerikanen om over te gaan op een nieuwe munitiesoort, een kleinere kogel. Het kaliber 5,56 mm. Zeer klein kogeltje. En dat wordt de nieuwe standaard van de NATO vanaf begin jaren 90. En wij moeten gaan zoeken naar een nieuw geweer voor die nieuwe patroon. In 1995 voeren wij een nieuw geweer in voor kleiner kaliber, 5,56 mm. En die bestellen wij in Canada. Het is een kloon van de Amerikaanse M16 geweer, maar dan in Canada gebouwd door de firma Dimaco. Vandaar dat hij de naam Dimaco krijgt. En als we dat vergelijken met de AR-10, ik zal maar even naast pakken, dan zien we eigenlijk dat dit twee broertjes zijn. Als ik deze twee naast elkaar zie, dan zie je dat dat wel familie is van elkaar. En eigenlijk is dat nieuwe geweer wat wij in 1995 invoeren niets meer dan een doorontwikkeling van dat geweer wat wij in 1962 afkeuren. Alleen nu voor een lichtere patroon met modernere kunststoffen en betere materialen. En dit zijn de geweren die we eigenlijk volop nog tegenwoordig in gebruik zien. Je ziet aan de zijkant de knop, de zogenaamde aandrukplunger, zoals dat heet. En de bedoeling is, als je de eerste patroon laat in je geweer, dat doe je door hier aan te trekken, dat je hem nog goed aanduwt, zodat de kogel goed in de loop zit. Want dat was een probleem bij deze geweren. En dan zie je toch, wat mij betreft, dat dat een ontwerpfout is. Een prima geweer voor zijn tijd, de M16, Dimaco. In diverse uitvoeringen in het Nederlandse leger in gebruik, als karabijn, als geweer, volautomatisch, halfautomatisch. Een grote hoeveelheid, ik denk dat er meer dan 6 à 7 verschillende modellen in gebruik waren van die Dimaco. En dat vond men eigenlijk wel te veel voor Nederlandse defensie. Men wilde dat aantal terugbrengen tot een kleinere serie. En de wapens werden ook gemoderniseerd aan het begin van de 21ste eeuw. En we krijgen dan ook de opvolger van die Dimaco, namelijk de Colt. De firma Dimaco wordt opgekocht door de Amerikaanse firma Colt. Dus de nieuwe geweren heten geen Dimaco meer, maar Colt. We doen eigenlijk in het begin van de 21ste eeuw hetzelfde als wat wij eigenlijk deden in de 19e eeuw. We gaan namelijk onze geweren ombouwen. We gaan de geweren uit elkaar halen. We geven ze nieuwe trekkergroepen. En we zorgen dat ze linker- en rechtshandig bedienbaar zijn, want dat is immers de moderne tijd. En er worden allerlei railsystemen opgezet om er allerlei hulpmiddelen op te zetten.
Denk aan nachtkijkers, warmtebeeldkijkers of wat dan ook. Je kunt er van alles opzetten wat je maar als fabrikant kan bedenken als hulpmiddel voor je geweer. In dit geval zit er aan de onderkant ook een granaatwerper op, 40 mm. Zodat je het geweer boven als gewoon geweer met een gewone projectiel weer ook een explosieve granaat mee kunt afvuren. Dus je hebt eigenlijk 2-in-1 en je hebt de keuze of ik bedien een granaat of ik verschiet een kogel. En dat is eigenlijk de huidige stand van zaken. Ja, en dit is dus het huidige geweer van het Nederlandse leger. Kaliber 5,56 mm zoals gezegd. En wat nu de neiging is tegenwoordig is dat men toch denkt dat dat kleine kogeltje toch te klein is. En te weinig zogenaamd stopping power heeft. En dat men toch op zoek gaat naar een kogel die iets groter is. En de toekomst zal het leren. Waarschijnlijk wordt het iets van richting 6,5 mm, 7 mm, iets in die richting. Daarmee zijn we eigenlijk terug op het kaliber wat wij in 1895 in het Nederlandse leger ook in gebruik hadden.